Goedenavond. Ja, hier niet het beloofde filmpje. Ik had beloofd jullie mee te nemen op een toertochtje met de 500 naar de camping waar mijn broer staat. Een fietstocht en volgens mij ook nog vissen als ik me niet vergis. Maar er is niet zo gek veel van terechtgekomen. We hebben wel een hele mooie tocht gedaan met de fiets. Alleen niet gefilmd, want dat zou ik de volgende dag wel doen. Alleen de volgende dag hadden we wat slechter weer. En het toertochtje met de Fiat is ook anders gelopen als verwacht. Want de Fiat die wilde eigenlijk niet goed lopen. Verstopte sproeier heb ik uiteindelijk wel weer op kunnen lossen. Dus we toeren wel een klein beetje rond. Maar het wordt een heel kort filmpje. Maar volgende week dan nemen we jullie mee richting Limburg. Dan gaan we naar Lottum. En dan zitten we op de camperplek in de verte. Wel een bekende camperplek volgens mij. Dus... Nou, houd het kanaal in de gaten. Volgende week dus weer een update. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! We gaan vandaag eens een rondje rijden met de Fiat. Neem jullie mee. We gaan bij mijn broer even op de camping kijken. Dus misschien laat ik daar ook wel het een of ander van zien. Nou, rij maar gezellig mee. Nou, we gaan op pad. We zijn gepakt en bezakt. Met beperkte ruimte, maar ja, zo ging het vroeger. Dus we schikken ons naar. Gaat goed komen. Op naar Linde. Nou, daar gaan we. Op weg naar Linde. Stop zit. Ja. Nee, ik denk niet dat we er komen. Die op een manier vieze benzine heeft of zo. Choke in de auto, dan houdt hij mee op. Ga rechtsaf naar Ten Dorperweg. Ja? Na 2,7 kilometer, ga linksaf naar Oostheid. Gelukkig rijden we, hè? Ja, was net wel anders. Nou. Beetje vervuilde benzine. Sproeier verstopt, maar we zijn wel onderweg. Nou, maar de morgen. Trip naar de camping van mijn broer gaat niet door. Nee, nou komen ze morgen bij ons op de koffie.
collapsen. Kijk, hier hebben ze een feestje. Dan is iemand 50 geworden. Altijd leuk. Nou, de tanker gaat ook nog helemaal op de ouderwetse manier. Het tankje zit voor in de motorkap. En ja, dan moet je zelf maar een beetje in het gat kijken. Dan ben je vol of niet. Dat is een beetje op de gok. Ga je erin doen, schatje? Lood. Nou, kunnen we weer kilometertjes maken, hè? Bopje dicht. Zijn we al in Dwingelo. Al die dorpen liggen wel best wel redelijk dicht bij elkaar. Kijk, groot ooievaarsnest. Nou, hier de terrasjes zitten weer allemaal gezellig vol. Lekker ijsjes gehaald. Ik heb voor jou... Een erom, hè? Weet je? Nee. Zo gewoon wordt hij al. Nou, ik heb wel een lekker ijsje gehaald. En ik heb voor jou Malaga en citroen, want ze hadden geen Amarena. Kijk, ik heb voor mij... Er is een soja-ijsje. Zonder suiker, zonder lactose. Er is wel iets in. Chocoladeijs, maar die is iets harder, die komt uit andere vriezer. Nou, dan kan ik ook lekker een ijsje eten. Het is Hunebed B52 en die ligt ten noordoosten van Dieven, op de zuidrand van de Heese S langs de Groningerweg. Nou, dat klopt, die hebben we net gereden. En dit is een van de weinige hunebedden die al in de 17e eeuw vermeld werd op kaart. Dus hij is echt wel heel erg oud. Ja, nou, hij is eigenlijk wel groot. Hij is nog groter dan dat ik ben, dat zou je op afstand niet zeggen. En ik heb toevallig dat Stefan van de week vertelde dat die ruimtes eronder tegenwoordig veel kleiner zijn. Dat heeft met aardverschuivingen, geloof ik, te maken. Ik weet niet of ik het precies goed zeg, maar vroeger kon je er echt onder lopen. Ja, en dat kan niet meer. Je moet nu echt kruipen. En ja, dat ga ik niet voor doen, want ik moet daar nog in de auto. Maar wel mooi om te zien. Groot. Een lekker bakje koffie bij een hunebedje. Pakkoen. Gelukkig komt het zonnetje er een beetje bij, want het is vandaag echt koud. Ik had de tas met de handschoenen en de rugzak er weer mee gepakt. Ik verklaarde iedereen me van gek. Nou, gisteren zaten we in een t-shirtje en zoals je ziet is vandaag gewoon de warme sjaal weer nodig. Dus ik ben blij dat we het weer mee hebben genomen. Proost!